Kom verder. Super snel, hè? 2 weken. Oh. Ja, het is wel heel spannend. Ik ben Joyce, 31, eigenaresse van Vermezing. En sinds een aantal maanden zit ik in de vrouwencommissie van Amsterdam Pride. De PR-manager die nam me nog even mee voor een extra rondleiding. Ja, zodat ik nog even een goed beeld had ter voorbereiding van de Pride Party. Nou, voor het eerst eigenlijk sinds Pride Week is er een Women's Day. En wij zouden het gewoon heel tof vinden dat deze hele dag gewoon super geslaagd wordt. We hebben evenementen en workshops, feesten voor ieder wat wils. Ik denk sowieso al dat door verschillende soorten evenementen, dus niet specifiek gericht op alleen maar een feest, dat er meerdere verschillende soorten vrouwen op afkomen. En dat is ook de reden dat Vermezing meer is dan alleen maar feesten. En we merkten ook heel erg, we hebben laatst een speeddate gehad bij Babuka. En elke vrouw die ik gesproken heb, die zei, we kwamen binnen en dat is natuurlijk heel spannend. En we voelden ons gelijk welkom en op ons gemak. En dat wil ik ook uitdragen. Babuka is echt een vrouwencafé, dus het is voor lesbiennes, voor biseksuelen of iedereen die zich als vrouw identificeert. En ik moet zeggen, we hebben gemêleerd publiek. Het is van jong, het is van oud. Dus we hebben niet één specifieke doelgroep, maar gewoon iedereen is welkom. Toen in 2017 de Vive la Vie dicht is gegaan, heb ik dat wel als een aderlating gezien. Ik merkte om me heen dat ik het heel erg miste, maar ook alle dames om me heen. En daarom heb ik besloten, wat is er mogelijk en zou ik zelf een café kunnen beginnen. My name is Kimberly Jensma. I am one of the committee members for the Women and Pride Committee of Pride Amsterdam, and I am also the future chairwoman of Pink Terrorists. And I'm Daisy, and I volunteer with the Pink Terrorists, and we're doing the event World of Femme. Voor Pride Amsterdam hebben we dan samen vanuit de commissie hebben de Women's Day. We doen hier in het loft. En we beginnen de dag met de bachata workshops. Dat zijn 2 keer een blok van een uur waar je kan leren bachata dansen. Dat kan je alleen doen of samen met je partner. Daarna hebben ze vanuit Stichting Ondersteboven een pubquiz. Dat is ook heel erg leuk. En daarna een storytelling performance met allerlei optredens. Our event is called The World of Femmes. We will give a stage to people from all over society, all different kinds of people who want to tell something or show us something when it comes to being femme in what type of way, every type of way possible. Absolutely. So one of the performances will be done by Lionstorm. And Lionstorm is the first openly queer rap duo in the Netherlands. And they have just released their first track with a really beautiful video clip. No Hetero? Yes. Oh yeah. Amazing. That will be a great performance. Yes. En dan eindigen we de dag, de Women's Day, met het Vermezing Pride Party. Ja, dat gaat hier plaatsvinden, het loft. It's not about us. It's all about just creating that space and making people feel comfortable and accepted. We're trying our hardest. Yeah. And we're trying to open these conversations and talk to people. If someone thinks we're doing something wrong, tell us. Yes. We will communicate. Please. We absolutely respect please. You. If there's a certain, if you don't think someone's actually getting represented, please tell us. We hopen gewoon dat alle vrouwen uit heel Nederland, België, maakt niet uit, tijdens woensdag 31 juli naar de Women's Day komen. En op welk event het dan is, maakt niet uit, maar kom gewoon.